Mijn naam is Hans Kennepel en ik ben auteur van We zijn nog nooit zo romantisch geweest. In dit boek beschrijf ik de invloed van de romantiek op ons dagelijks leven. Onze ideeën over onschuldig kind, jeugdculturen, kunst, nationalisme, de manier waarop we de natuur beleven, authenticiteit, het ideaal van jezelf zijn, spiritualiteit tot en met begrafenisrituelen, zijn in belangrijke mate beïnvloed door de gedachten van romantici die meer dan 200 jaar geleden leefden. De romantiek wordt ook wel gezien als de belangrijkste omwenteling van de westerse cultuur. En mijn stelling is dat we zonder het te weten aanhanger zijn van een ideologie, een soort geloof. Het is nuttig om hiervan kennis te hebben, omdat we dan onszelf wat beter begrijpen, onszelf misschien wat meer kunnen relativeren, meer begrip misschien krijgen voor minder romantische mensen en ook reclames eerder doorhebben die natuurlijk proberen in te spelen op onze romantische gevoelens en gedachten. De romantiek kennen is eigenlijk jezelf kennen.